Ik heb zelf wel eens een klein beetje te maken gehad met cyberpesten. Want dat was iemand van het vijfde hier zelfs. En die heeft in één keer onder een van mijn TikToks gereageerd. Jij zit echt zo irritant. En wat voor flauwe dingen post je allemaal. En van dat soort dingen. Ja, ik vond dat helemaal niet leuk. Want ik vond dat meisje uit het vijfde al helemaal niet zo leuk. En dan begint hij dan nog te posten. Dat is wel een stom gevoel dat je dan krijgt. Ja, ik ben dat dan tegen de juf gaan zeggen en ik heb die direct geblokkeerd op TikTok en al. Maar de juf heeft er eigenlijk niks aan gedaan. Maar dat snap ik ook niet, want eigenlijk zou je daar toch op moeten in. Ja, want dat is niet oké, cyberpesten.